Ze draaien al een tijdje. De windturbines van het op één na grootste windmolenpark op zee ter wereld, Borssele 1 en 2. Het levert een miljoen huishoudens groene stroom, maar wordt vandaag pas officieel geopend. Want mevrouw Jusielgus, vanwege corona kon dat dus allemaal niet doorgaan. Nou, het is al een tijdje dus draaiende. Werkt het allemaal naar behoren? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. En het levert inderdaad voor een miljoen huishoudens elektriciteit en de energievoorziening. Dat is echt geweldig. Ja, dat is dus 1 op de 8. Ze hebben er 8 miljoen huishoudens in ons land. Dan denk je, nou, mooi. Ontzettend veel stroom voor al die huishoudens. Maar van de week hoorden we nog dat netbeheerder Aliander zei, ja, er zijn zoveel veranderingen de laatste tijd. Ja. Bijvoorbeeld nieuwe zonneparken, maar ook die windparken, waardoor het soms te veel is en het net het niet aan kan. Ja. Maar wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat het niet te veel wordt en dat het net overbelast raakt? Ja, dat is wel echt een op dit moment een fix probleem aan het worden. Dus er wordt erg aan gewerkt voor tijdelijke oplossingen, maar het gaat ook echt over forse investeringen. We moeten ook het net verzwaren en uitbreiden. En ik denk ook dat daar echt een taak ligt voor het nieuwe kabinet, om te kijken wat is daar dan extra nodig. Ik bedoel, dat weten we allemaal, om te kijken hoe je daarop kunt investeren. En ook wellicht vanuit de overheid daar wat meer op gaan sturen. Want nu is het natuurlijk zo, hè, waar men aangeeft, hier is ruimte voor bijvoorbeeld wind op zee, laten we dat doen. Of wind op land, of zonnepanelen. En wellicht moet je daar wat meer op gaan sturen. Ja, dus dan is er misschien toch onvoldoende nagedacht over wat voor gevolgen dat dan heeft. Zijn we er dan als land wel klaar voor om zoveel meer extra duurzame energie te krijgen? We zijn er wel klaar voor. En het goede nieuws is dat de energietransitie nog sneller gaat dan eigenlijk wellicht we dat hadden verwacht. Aan de andere kant, we hebben nog een heleboel werk te doen om onze doelen te halen. Dus we zitten eigenlijk letterlijk in die transitiefase. En dan heb je af en toe dat het op een bepaalde plek knelt. En dan moet je daar goed naar kijken, hoe kan je dat oplossen. En dat wordt ook gedaan, hoor, ook door de netbeheerders. Wordt ook nu fors geïnvesteerd. Maar dat blijft een aandachtspunt. De infrastructuur blijft echt een aandachtspunt voor de komende jaren. Ja, en een van de dingen die je zou kunnen doen om het op te lossen is bijvoorbeeld een soort grote, ik noem het even batterijen, die je ook bij windmolenparken zou kunnen installeren, waarop die stroom kan worden opgeslagen, om het maar even simpel te zeggen. Is dat iets waar jullie dan vanuit het ministerie dus nu op inzetten ook? Om meer van dat soort plekken te creëren? Nou ja, en dat komt ook vooral vanuit de markt. Dat soort batterijen en innovaties, dat gaat gewoon heel erg snel. Maar de markt die gaat er genoeg in mee zonder dat u daar achteraan moet zitten? Ja, innovatie vanuit de markt gaat echt heel hard. Het is eerder kijken waar is extra subsidie nodig en hoe stuur je dat en hoe zorg je ervoor dat we dat op de meest kostefficiënte wijze doen, hè, om ervoor te zorgen dat het Met het minste geld beste resultaat, even vrij vertaald. Maar dat is een samenwerking die heel erg goed gaat. En dan kan je nog steeds, elke keer komen er nieuwe technieken, methoden. En dat je dan weer kijkt, hoe kunnen we daarop investeren. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld wind op zee. Toen we daarmee begonnen, nog niet zo heel lang geleden. Toen moest er heel veel subsidie naartoe, was het echt beginnend. Straks hebben we de eerste windmolenpark ter wereld zonder subsidie in Nederland. Daar wordt nu aan gewerkt. Dus het gaat gewoon heel hard. De ontwikkelingen gaan heel hard. De overheid past zich heel hard aan. Ja, en gaat het ook hard genoeg om dan die doelen te halen? Want dat is natuurlijk iedere keer zo lastig. Het zijn ambitieuze doelen en het lukt niet altijd om ze te halen. Denkt u dat het, want bijvoorbeeld nu ligt natuurlijk ook een deel van de bouw van windparken stil vanwege een uitspraak van de Raad van State. Ja, dat zorgt er niet voor dat het sneller gaat. De bouw ligt gelukkig nog niet stil, maar er ligt inderdaad wel een uitspraak van de Raad van State, waardoor we opnieuw moeten kijken, hè, hoe is de vergunning opgebouwd. Het is enigszins vertraagd. Nee, maar het is wel, kijk, en waarom willen we die doelen halen? Dat willen we, zodat we Nederland en de wereld op een goede manier achter kunnen laten aan de generaties na ons. Daarvoor zijn die doelen. Die doelen zijn niet in die zin getalletjes waar we naartoe werken, omdat het nou eenmaal moet. Maar dat is ook echt om ons land beter achter te laten. Maar u heeft helemaal gelijk. Als je kijkt, we hebben al heel veel gedaan. Zijn we op het juiste pad richting doelen? Nee, daar zijn we nog niet. Dus daar zijn wij nu als demissionair kabinet ook hard aan het puzzelen en te kijken, wat kunnen wij vanuit deze status nog doen? En een nieuw kabinet zal daar inderdaad heel veel aandacht aan moeten besteden. Ja, jongeren die zich willen inzetten voor het klimaat, die kunnen zich in ieder geval gaan melden bij het ministerie van Economische Zaken. Namelijk om als ambassadeur aan de slag te gaan. Het doel, denken in oplossingen in plaats van beperkingen. David Kester is daar met zijn bedrijf in zonnepanelen al volop mee bezig. Nou, de zonnepanelen zijn ongeveer 1 millimeter dik en wegen minder dan 1 kilo per vierkante meter. Het begint met een echt dun product. Heel erg breekbaar. En wat we willen doen is gewoon om hem te beschermen, gebruiken we verschillende materialen om het geheel te maken. Hier zien we bijvoorbeeld een eindproduct. We moeten vooral denk ik ook gewoon slimmer omgaan met de energie. Als het over klimaat en energietransitie gaat, is het vooral negatief. Wat zouden we daaraan kunnen veranderen? Je kan ze stimuleren om ook gewoon echt toegankelijke oplossingen aan te bieden. Bijvoorbeeld zonnepanelen is een makkelijke manier om duurzame energie op te wekken, die op den duur ook gewoon een rendement levert.
Ja, hij is dus al bezig in de groene, in het groene ondernemerschap. Als u eigenlijk tussen de 18 en 30 zou zijn, zou u zich aanmelden als klimaatambassadeur? Denk het wel, ja. Denk het wel. Dat zou ik ook zeggen. Nee, maar het is... Kijk, wat wij zoeken zijn jongeren inderdaad tussen de 18 en 30... die niet per se elke dag met klimaat bezig zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar die het wel interessant vinden. Die wel zeggen, ik wil er ook iets aan bijdragen, maar ik weet niet hoe. En wat kunnen zij dan wel wat jullie bijvoorbeeld niet kunnen? Ja, wat ik het mooiste vind... Kijk, voor jongeren, het gaat natuurlijk over hun toekomst. Dat is natuurlijk overduidelijk. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat het de hele tijd gaat over... vernieuwende ideeën, innovatie, waar zien we de kansen? En dat is volgens mij ook het verhaal van die energietransitie. Heel vaak is het of een heel technisch verhaal... of we horen wat we allemaal niet meer mogen en wat we moeten laten. Maar de waarheid ligt in het midden. Het is een verhaal van innovatie. En ons kleine landje is eigenlijk altijd groot geworden op de wereld... door de nieuwe ideeën die er vandaan kwamen. Of het nou gaat over hoe we met water omgaan... of onze landbouwsector. Innovatie is wat ons groot maakt. Ja. En dat is hier is dat de grootste kans. En jongeren hebben dit zulke gave ideeën. En ik moet zeggen dat ik de helft van de ideeën... die zijn zo briljant en technisch. Dat ik denk, heel cool, geen idee. Maar ja, meld je aan als je op die manier mee wilt denken. Ook als je er nu niks mee doet. Meld je aan. Dat kan trouwens nog tot 15 september. Laat ik het er wel bij zeggen. Wat denk je van dit idee? Denk mee. Als je het hoort. Goed, ik vind het een goed idee. Om jongeren bij te betrekken. Nou ja, het gaat natuurlijk over hun toekomst. Dus er wordt heel veel over hen gepraat en over hun toekomst. Maar goed dat er met hen wordt gepraat. En ook wordt geluisterd naar de ideeën die ze daar zelf over hebben. Ja, en dan gaan zij een traject in van, wat is het? Het is van 9 maanden. En in dat traject gaan zij ook in gesprek met mensen die daar verstand van hebben. Kunnen ze hun ideeën toetsen, nieuwe ideeën opdoen. Noem maar op. En daarna zijn zij onze klimaatambassadeurs. Kijk. Gaaf, hè? Dan kan je ze uitnodigen en dan het goede verhaal op. Oh, ja. Kijk, nou, goede tip is één. Dan gaan we tegen die tijd eens even kijken wat zij nog kunnen bijdragen. Tof.